450 kilo is zo weinig dat je het gewoon met de hand naar buiten kunt trekken. RTL was op bezoek, we hebben nog een hele leuke uitzending gemaakt. Ik zal het videootje ook nog eventjes includeren. Nou, iedereen was heel benieuwd. Ik was de enige die weg mocht vandaag en daar gaan we dan. Prachtige zonsondergang. Natuurlijk mijn instructeur. Hallo. Ja. En als het goed speelt... Maar helaas was het geluid absoluut kloten. We hadden hele mooie koptelefoons gekregen die het heel goed zou moeten doen, maar het bleek nergens op, dus daarom vertel ik het even zo. Nou, eerst taxi je naar de baan en daar moet je nog een laatste instructie doen. Nou, het geluid valt hier eigenlijk reuze mee. En wat even handig is om te weten, deze twee-seater kost 180.000 euro. Is het eerste goedgekeurde vliegtuigje wat eigenlijk in Nederland toegelaten is. Ik geloof zelfs in Europa. En dat kost dan 180.000 euro. En daar zit een 22,5 kilowattuur accu in. En dan gaan we eventjes nog een final check doen. Het belangrijkste wat ook moet gebeuren is keihard op het gas drukken. En dan ben ik benieuwd hoeveel kilowattuur die gebruikt. Nou, hier zien we het aantal toeren gaan omhoog, boven. En rechtsonder zie je 65 kilowatt. En ja, iets dichterbij, kun je iets dichterbij? Ja, 67 kilowatt. Dus als dat ding helemaal op zijn hart gaat, die propeller die zit razen, 67 kilowatt gebruikt hij dan. En dat is dus ook wat je met het opstijgen hebt, 67 kilowatt. En dan later als je boven vliegt, dan is het nog maar 20 kilowatt of 18 kilowatt. En eigenlijk als je naar beneden gaat, zou je weer energie moeten krijgen. Nou, hij kan dan verder zien of alle batterijen goed werken. En of alle systemen in orde zijn. Alles was in orde, behalve de opname van het geluid. En je ziet ook hoeveel volt, 480 volt zit erop. Dan kan hij ook met zo'n Tiadamo gewoon werken. En dan gaan we naar de baan toe. Supercool. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er alle vertrouwen in. Het was zo'n mooi moment nog. We hadden net een onweersbui gehad. Dus ja, daar was ik wel helemaal enthousiast over. Maar toen kregen we weer zon. En dan gaan we daar een rondje maken. Interessant is zo'n... Ik was wel benieuwd wat dit nou kostte. Nou, als één zo'n landingsbaan gebruiken met zo'n vliegtuig, kost €6,50 in deze. €6,50. Maar als je dan eroverheen vliegt, dan moet je weer €6,50 betalen. Elke keer als je hem in beslag neemt, €6,50. Maar als je een jet bent, dan is het €200. Als je 20 mensen hebt. Nou, dat ding draait een stuk sneller dan je nu eigenlijk ziet. Dus ik ben er ook helemaal klaar voor. En we gaan omhoog. Nou, dat gaat dus echt ook gewoon gigantisch. Je bent binnen een paar meter zoef je omhoog. Ook trilt er helemaal niet. Ik ken deze vliegtuig, dus normaal trilt dat als een gek. Nou, je ziet daarboven. En op het moment dat je dus weggaat is het 60 kilowatt. Op het moment dat je aan het stijgen bent nog, en dat je naar een paar duizend voet gaat, dan gebruik je iets van 30. En als je bovenin vliegt, dan gebruik je nog 15 kilowatt. Je hoort wel wat achtergrondgeluid, maar het geluid is fantastisch. Kijk eens, hier nu gebruiken we 20 kilowatt op dit ogenblik. 1920 RPM's. Maar we zijn nog steeds in onze hoeveelheid. De snelheid is 80 mijl, 75 mijl. Ongeveer 100 mijl is een beetje het snelste, 160 kilometer per uur. En dan ga je nog steeds gewoon omhoog. En ja, Nederland ziet er zo georganiseerd en gestructureerd uit. Maar ik voelde me geen enkel moment onveilig. Ik voelde het echt gewoon hartstikke goed. De PHEFL. En dus vliegen is gewoon geen enkel probleem. Ik heb zelf ook gewoon gevlogen eraan. Ik neem de ding dat naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts, naar boven, naar beneden. Nou, het reageert echt gewoon hartstikke goed. En ja, je hebt een paar dingen nodig. Nog een geweldig boek erbij. De hoogtemeter heb je. Kijk, en hoeveel kilowattuur gebruik je dan nu? Nou, nu gebruiken we 0, zie je dat? Dan gaan we even iets, dan gaan we een klein beetje naar beneden. En dit is ook wel even bizar. Als jij naar beneden gaat, dan zou normaal de propeller energie opleveren. Maar dat mag niet. Dat mag niet van Europa, is nog niet goedgekeurd. Dat is daardoor zou je dus gewoon weer 10-15% van de batterij kunnen vullen, zodat je minder tijd nodig hebt om te laden.
ook wel interessante instructies. Je mag nu met één uur vliegtuig, als je in de buurt van het vliegveld blijft, mag je 50 minuten vliegen. Maar als jij naar een ander vliegveld gaat, als je bijvoorbeeld naar Texel wil, ja, dan dat is zeg maar dat, nou, 160 kilometer zou normaal prima werken, maar dat mag niet. Je mag maar 30 kilometer vliegen. Als je weggaat van het vliegveld, moet je 30 kilometer overhouden. Nee, sorry, 30 minuten overhouden. Dus je kunt een uur vliegen en dan moet je 30 minuten als reserve overhouden. Wij maken nu gewoon een rondje, we blijven in de buurt en dan mogen we tot 50 minuten boven vliegen. Dus je moet 30 minuten vliegen, dan laden, dan weer dan landen, weer laden, weer landen, weer laden. Dus eigenlijk kun je gewoon niet met dit vliegtuig in Nederland mee omgaan. Terwijl, ja, als die 50 minuten zou zijn en dat je ook weer terug zou krijgen als je gaat landen. En dat is interessant. Hier zien we dus nu weer, hier gaan we dus weer naar de landingsbaan af. En dan werkt het zo met zo'n vliegveld. Dat je dan, als je er overheen gaat, dan neem je het in beslag. En dan moet je dus ook zeggen tegen de toeren dat je eraan komt. En ook al gaan we nu alleen maar eventjes zwaaien. We gaan even iedereen goeiedag zeggen, zwaaien. Dan betaal je toch weer 6,25 euro. Dus dat is wel erg goed. Dan gaan we aan de rechtse kant. Allemaal hele leuke bedrijven. Er zit ook een waterstofvliegtuig. Zien daar. Iedereen zwaait. Dat is echt leuk. Daarbij een beetje met de tip van de wings. En daarna gaan we gewoon weer keihard omhoog. Prachtig weer. Ik was zo blij, want het zou... Kijk, nu ben je weer 40 kilowattuur. 40 kilowatt, moet ik natuurlijk. De inhoud van de accu is kilowattuur. Het gebruik is gewoon kilowatt. Maar dat ding, dat levert dus normaal energie terug. Maar dat mag dus niet van Europa. Allemaal van die heerlijke regels die er zijn in Europa. Bijvoorbeeld als je met een automatische piloot in de Tesla iemand inhaalt, dan moet dat ook binnen 5 seconden moet hij ook naar de andere baan gaan, want anders moet hij het afbreken. Dat moet binnen een bepaalde tijd afgerond zijn. En, 2200 toeren en nu 44 kilowatt, want we zijn nog enorm aan het klimmen. Nou, dus, maar het is grappig, dit toestel is dus hartstikke mooi. En het eerste wat toegelaten is. Maar over een paar jaar, in 2023, dan komt er een nieuwe versie met 100 kilowatt. En die kan dan 2,5 uur vliegen. Nou, dan moet je dus 30 minuten reserve aanhouden. Maar dan kun je dus 2 uur ver vliegen met 180 kilometer per uur. Dan kun je dus 360 kilometer vliegen. Dan kun je dus gewoon in Nederland overal heen met 4 personen. En dat toestel kost maar €250.000. Dat kost iets meer. Dus dat vind ik wel heel interessant. Nou, dan is er nog even de vraag of we nog veilig gaan landen. We zien hier het naar beneden gaan. De altmeter. 80, 60, 40. Ja, dit moet je wel leren. Dat is opstijgen lijkt me helemaal niet moeilijk. Maar je moet wel met de juiste snelheid op die landingsbaan komen. Nou, in het landen is echt gewoon geen enkel probleem. Hartstikke goed. En dan zijn we weer gewoon veilig terug op ons land. En dan ben ik natuurlijk hartstikke trots dat ik voor de eerste keer elektrisch heb gevlogen. En ook zelf het vliegtuig heb gevlogen. Wat kan ik er nog meer over vertellen? Dit kun je dus zelf ook meemaken. Je kunt een les krijgen. En een les is een uur vliegen. Inclusief ook nog een instructie voor, een instructie en dan ook nog een debriefing na, wat je geleerd hebt, wat je nou goed hebt gedaan. Dus je kunt gewoon eigenlijk heel makkelijk dit doen. Leuk cadeautje om te geven, kost €275. Ik heb er geen enkel belang bij. Ik was hier gewoon op bezoek. En ik heb niet betaald, maar ik heb 10 minuten gevlogen. Ik heb er niet voor betaald. Dus dat is dan wel, maar ik heb een filmpje gemaakt. En ik vond het gewoon heel interessant om te zien hoe snel eigenlijk elektrisch vliegen iets gaat worden. Want de verwachting is dat er in 2025 komt er een vliegtuig met 19 seats en 1 voor de piloot. En dat gaat €4 miljoen kosten. We hebben nu 2 kilowatt zeg maar gebruikt. En dus dit kostte eigenlijk gewoon... Dat kostte echt helemaal niks. Een volledige tank van 22 kWh kost dan ongeveer €2,20. Dus daar kun je een uur mee vliegen. Alleen is het dan wel zo dat de regels zo zijn dat je na 400 keer laden moet de accu weer helemaal gereviseerd worden. Dan krijg je eigenlijk gewoon een nieuwe accu. Dat kost dan iets van €50 per keer. Want dat kost €18.000. Dat is belachelijk.
Want we weten ook nog wel met elektrisch rijden dat een accu heel wat meer meegaat dan 400 keer. Maar in de vliegwereld moet het dan 400 keer, moet dat ding helemaal uit elkaar. En dat kost dan even 18.000 euro. Dus ja, 18.000 euro gedeeld door 400 keer, dat is een bak met geld. Maar je kunt voor 275 euro kun je dus gewoon het helemaal meemaken. Inclusief een mooie instructie, een les, alles erop en eraan. In een hangar waar ook een MIG staat van de Russen. Ja, dat is echt hartstikke mooi. Maar ik vind het ook wel heel mooi, een militair die dan zeg maar een emergency helikopter gaat doen en daarna gaat hij een elektrische vliegspot doen. Die nu in een batterij vliegt. Die nu in een batterij vliegt. Dat is toch wel heel anders. Maar binnenkort ga jij, ook voor binnen 2 jaar, ga jij stunt vliegen, hè, met elektrisch? Oh, ja, ik heb altijd veel stunt gevlogen en ik zou dat graag weer doen. Maar dan moet het wel elektrisch. Ja, daarom. Dus dat gaat zo binnen 5 jaar gaat dat weer gebeuren. Ja. Goed. Nou, dankjewel. 1246. Dit was dus mijn eerste elektrische vlucht. Ik kan je aanbevelen, kom even naar E-Flight Academy. eFlightacademy.nl en neem een les. Voor 275 euro heb je gewoon deze oriëntatie, inclusief veiligheidstrainingen, et cetera. Absoluut de moeite waard.